Ik ben Rip. En ik ben Zip. En ik vertel. En hij ook. Vertel een verhaaltje. We beginnen direct. Er was een man met een paperclip in zijn kop. Dit luidde tot iemand die zichzelf ging verven. Dit was allemaal heel erg heftig. Bah, oorlog is toch geen spektakel? Er was een dikke man met een grote bril op zijn kop. Jonk hier! Een kleine jongen werpte al zijn vruchten op een poppetje. Dit begeerde hem. Het brave meisje dook op de jongen. Wat niet meer op een toneelstuk leek. Gelukkig verbitterde iedereen en werd er sportief gehandeld. De matroos die erbij was, die was verbaasd. Hij was een beetje over matroos Vos aan het roddelen. Dikke draken spuken er geen vuur af. Ze kijken naar vrouwen zonder kleren. Maar daarom hoeven ze zichzelf niet op te laten vallen. Vlaamse schilderaars hielden van draken zoals deze. De politiek splijt dus uiteen. Dikke mannen met kleine honden laten zich aan de vingers ruiken door mensen met spuugdraken. De spuugdraken zijn veel kleiner als honden, terwijl de honden nog kleiner zijn. Veel mensen hebben grote penissen. Omar hoort geratel op zijn ketting. Het anker ligt niet en trekt achter zich in. Als een wipwap wordt de boeg in de lucht geduwd. Omar springt in het water en knettert naar beneden. De kinderen en vrouwen van het dek zochten een pikzwarte jongen die niet blauw was. Ik kan hem niet redden. Ik denk alleen maar aan mezelf. We gaan verder. Een luisterend oog. Mensen met ogen hebben verschillende kleuren. Op de koekjesfabriek in Kerkrade was een verschrikkelijk mooie werkplaats. Maar ging failliet. Viskramen waren gebrand. Afvalbierboten vertrouwen onze klanten niet meer. De oude grachten kunnen niet zomaar meer krimpen. Mensen werden opgelost in een rapport van financiën wat stadsdistributie decimeters lager hield. Toen ging er iemand van een rot afspringen. Hij sprong zo hoog tot zijn machtige manager een aap was. Wetenschap is een jachtplaats op de wereld. Allemaal dikke, verschrikkelijk domme mensen gingen de Japanner tropische na-apers. Beleef, excuus. Scholieren gebruiken veel antibiotica. Soms wel 2 keer per dag. Lucas Achtertuin. Lucas Academus Gerjanas was een bodembacterie tot op het begin. Hoe meer je beweegt, hoe meer geheugenverlies je loopt. Baby's en pubers hebben zo geen geheimen voor elkaar. Een grote misvatting is denken dat je dom bent. Hugo uit Amstelveen kan zijn tong rechtop in zijn mond zetten. Hij kan ermee dansen en hij kan er filmpjes mee maken. Dat is een beetje stom, hè? Soms is een kunstenaar een imbeciel. Hij kan wat fragiel zijn. Net als een hoer in een klas. Hoe moet dat tekenen, man? Blote mensen staan graag in kringen. Dekkend schilderen ze zichzelf onder. Schablonen spelen hierin een belangrijke rol. De kleurendruk hiervan en de drukgang is een icoontje op de kunststof van het hout. Dat ze hier een mooi einde aan kunnen breien. Dit was Rip. En Sip. En Sip zit naast me. En hij zegt... Op de beat. Op de beat. Als ik ooit een keertje een potje pak, dan wil ik mezelf promoveren tot een dominee. En het einde was als volgt. Mensenrechten zijn erg belangrijk en fundamenteel. Tot de volgende keer!